We hebben nog twee van die oren aan ons hoofd zitten. Die zijn heel erg belangrijk. Showdown, dat is een sport ontwikkeld door en voor blinden en slechtzienden. In de meeste sporten zijn de blinden natuurlijk uiteraard altijd in het nadeel. En bij deze sport ben je gelijkwaardig aan elkaar, omdat je het speelt met een geblindeerde bril, zoals je die ook kan zien op mijn voorhoofd. Komt-ie. Je hoeft niet per se blind te zijn, want de mensen hebben een bril op. Dus ja, iedereen kan het spelen. Wij spelen het hier vanaf oktober 2023. En we zijn vanaf januari officieel lid van Blauw-Wit. Dus wij zijn een onderdeel van de tafeltennisvereniging Blauw-Wit. Het wordt meestal vergeleken met een mengeling van airhockey en tafeltennis. Vandaar dat we vaak wel de toegankelijkheid vinden bij de tafeltennisvereniging om daar aansluiting bij te vinden. De bal mag niet boven je handschoen uitkomen, want dan is het een punt voor de tegenpartij. Als er een doelpunt valt, heb je 2 punten. En je speelt dat met de 11. En degene die het eerste 2 punten verschil heeft, die heeft de set gewonnen. Wij hebben nog niet veel leden. We zijn nu met 5 leden. En eigenlijk kan je dan al wel spreken over dat je al best wel een leuk clubje hebt in Nederland. Want er zijn weinig verenigingen die echt grote aantallen hebben. Natuurlijk ook zo dat de sporten liggen erg ver uit elkaar vandaan. Of de verenigingen. Als je hier zou willen spelen van hieruit, dan moet je denken of aan Assen of aan Apeldoorn. Wil je bij een van de dichtstbijzijnden zijn. Dus vandaar ook het initiatief om hier in Almelo ook wat op te zetten. Nee, je speelt alles op geluid en op gevoel, dus dat maakt het juist niet moeilijk. En ja, alle beginnen is moeilijk om te leren, maar ja, het is juist leuk om dat met andere mensen die dezelfde handicap hebben als jij ook te doen. En je hebt wel een ziende scheidsrechter normaal gesproken, die hebben wij hier nu nog niet. Maar ja, we hopen dat die ooit erbij komt. Maar dat, ja, dat is juist zo leuk om dat dan met z'n allen te doen. En het is ook een beetje ja, het sociale contact dat je dan hebt. Wat voor mij leuk maakt het spel is de snelheid. En vooral ook het stukje energie die je erin kwijt kan. Je krijgt er ook weer een bepaalde energie van terug. Hè? Dat hoor je vaker met mensen die sporten. Dat je van sporten ook weer energie krijgt. Ja, voor mij is gewoon het leuke de snelheid ervan. En toch, ik ben zelf nog een beetje competitief aangelegd. Ik laat niet altijd blijken, maar als ik zelf mijn eigen spel verpest, dan ben ik kwaad op mezelf. En als ik gewoon verlies omdat de andere sterker is, dan heb ik ook zoiets van, nou ja, oké, dan kan ik me nog wel iets bij neerleggen. Maar ja, als ik een spel speel, speel ik voor de winst in principe. De bedoeling is dat vanaf het komend seizoen, dus dat zou pas in september zijn, dat er 1 of 2 mensen van ons clubje in de Nederlandse competitie gaan spelen. Wij zoeken nog heel veel leden, dus iedereen die in de omgeving van Almelo woont of in Almelo en denkt van ik wil graag sporten, kom iedere dinsdagavond naar Blauw-Wit van 7 tot 9 lekker showdownen.